Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag op veel plaatsen zon, maar er waren ook plaatsen waar de bewolking de overhand had. En dat weerbeeld gaat de komende 24 uur maar heel langzaam veranderen. Maar het gaat wel veranderen. Eerste satellietfoto van vandaag met Nederland. Divers weerbeeld: op sommige plaatsen de zon, maar op sommige plaatsen, vooral in het noorden en oosten, ook vrij veel wolkenvelden. Nou, die wolkenvelden die trekken vanavond en vannacht ook nog steeds over het land. En voorzichtig beginnen ze langzaam maar zeker op te lassen. Neerslag valt er niet en de invloed van een hoge drukgebied wordt steeds groter. Dat betekent met een oostelijke stroming dat we droge lucht onze kant op krijgen. Geen bewolking dus, wel bewolking vinden we in bijvoorbeeld het zuidoosten van Europa. En dan kijk ik met name naar de Balkan. Daar gaat heel veel regen vallen en dat zou lokaal wel eens voor wateroverlast kunnen zorgen. Nou, er zit ook neerslag in Portugal en in het westen van Spanje, maar daar zijn de hoeveelheden wel wat minder groot. Uiteindelijk trekken die systemen geleidelijk aan verder. Het laagdrukgebied gaat uh, Spanje en Portugal verder beïnvloeden op de zondag. En de regen in het oosten van Europa trekt verder. Met misschien in de loop van uh, maandag, of het eind van zondag, wel wat eerste sneeuwval in delen van Roemenië. Het wordt her en der dus wel duidelijk wat winterser. Nou, in onze omgeving is daarvan helemaal geen sprake, maar het wordt wel kouder. Temperaturen gaan vanavond naar 12 graden, met steeds meer opklaringen, maar ook nog wel wolkenvelden. En ook vannacht hebben we een wisseling van wolkenvelden en een paar opklaringen. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan en het koelt af naar een graad of 7. Eh, dan morgenochtend een tamelijk grijze start, met hier en daar wat zon en soms al wat nevel. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. De wind uit het oosten trekt aan en het wordt 13 tot 15 graden. Dat halen we zondag niet meer, dan is het 9 tot 12 graden. Wel volop zonneschijn, maar door die matige tot vrij krachtige oostenwind voelt het veel kouder aan. De gevoelstemperaturen worden weer belangrijk. Het doet schraal aan buiten. Maandag en dinsdag verandert dat niet echt met maandag wat meer bewolking, maar dinsdag gewoon weer de zon. Het blijft droog en de temperaturen blijven overdag op een graad of 10. Heel voorzichtig volgende week zou de temperatuur dan weer ietsjes kunnen oplopen, maar we hebben het maar over een paar graden en vooral de eerste dagen van de week zijn de nachten behoorlijk koud en zitten we soms zelfs een keertje in de buurt van het vriespunt. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.